welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 13 februari 2024. En het is nu 11:51. Ja. En ik heb ook iemand anders hier in huis. En die gaat ook nu weg. Ja. En dat vindt Loffrie helemaal niks. Nee. Die heeft echt iets om. Blijf nou. Ga kijken. Ga kijken bij tante Laura. Ga kijken bij tante Laura. Tante Laura er, hè? Ja, en die gaat nou weer weg. Ga kusje geven aan tante Laura. Ga kusje geven. Hij schat. En je bent nog steeds niet gebeld, hè? Nee. Zeker niet pas vanmiddag. Ja. Ga tante Laura dan een kus geven. Ga kijken. Kus. Dag, kinders. Ja, je bent mooi. Met je mooie nee, ogen. Ik heb het begonnen, hè. Oh, dan breng je het toch even naar binnen. Ja, het is koud. Ah, nee, het is niet koud. Ga kijken. Ja, nou en? En ze mag lekker naar binnen. Ze mag heel lekker naar binnen. Lady mag lekker naar binnen. Hey, puppy. Tante Laura gaat weer weg. Doei, kinder. Mama? Toedels. Dag, schat. Tot volgende week. Sorry dat ik heb opgesloten. Ja, echt, hè? Ja. Doei, schat! En dat was tante Laura weer. Ja, dat was tante Laura weer, hè? Dat was weer tante Laura weer, hè? Hé! Hey. Ja. Echt wel. Maar ik ga weer eventjes een uurtje even op bed. En daarna ga ik de hondjes uitlaten. Want ik ben echt gewoon moe. Moe. En vandaag heb ik weer een hele hoop te vertellen aan jullie. Waarom er weer een paar dagen weer geen vlog heb gemaakt. En daar heb ik ook een hele goede reden voor. Dus dat horen jullie straks van mij. Maar nu ga ik eerst even lekker nog een uurtje even op bed hangen. En daarna de hondjes uitlaten. Dus... jullie zien mij straks alweer. Zo, Rob, gezellig nu bij me. Hi. Zo, onze grote vriend. Is er ook weer bij. Alleen die ziet ons niet nu op dit moment, dus dat scheelt weer. Hè? Ja. Nou, ik ben dus nu net ook gebeld in de auto door een bedrijf. En dat bedrijf, dat horen jullie zo wel. Ja. Maro die had gelijk alweer zijn commentaar erover. Maar daar heeft hij wel gelijk in. Ja. Het is niet meer zoals vroeger. Nee. Dan moet je hulp krijgen, maar geen hulp, maar je krijgt advies. Nou, dat vind ik geen hulp, zeg maar. Nee. Het is een beetje druk hier, dat is mooi. Dus even kijken. Wat zit er allemaal in? Geen idee wat er allemaal in zit. Gebakken mosselen, ja ja, voor een euro. Ja ja, oké. Okay. Nee, wat is dat? En hoe duur is dat? Die benen honing? Nee, die ja. Hoe duur is dat? Ook onderkant. 6 euro? Dat is wel heel duur. Nee. Ja, is fijn met je. Magere melk is ook lekker, schat. Kijk al een beetje wagen dan. Ja, vertel. Lekker laten staan. Oh, en oude kaas, maalt het zo. Is goed voor je. Ja, die slaan hebben, geen oude kaas maar. Is gezond voor je. Ja. Ja. Is gezond. Wat voor je gezond is? Die heeft net geslagen worden. Ja, ja. Nou, ook echt niet. Ja, 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 ja. Maar ik vind deze wel grappig. En gebakken mosselen.
gewoon terugzetten in de zee. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja. Ach ja. Ach ja, want dat is eigenlijk 1,52 en nu is het €1. Wauw, 5. Er komt wat bij, er komt wat bij, er komt wat bij. Even kijken, wat is dat? Nee, laat maar. Dat vind ik een beetje duur. Ja, mozzarella kaas in zo'n pakje, in zo'n watertetje, zeg maar. Kun je beter dit nog halen, zeg maar. Kun je beter nog deze halen. Ja, dit is nog beter en lekkerder. En lekker, mozzarella, zacht en romig. Ja. Nou, weet je wat je ermee kan? Lekker ergens anders insteken en waar de zon niet schijnt. Nee. Lekker, dat is wel lekker, een chocoladebroodje. Dat is erg lekker. Ja, echt wel. Wauw, deze. Voor die. Lekker. En neem zelf ook. Osse. Nee, ba. Mag jij lekker opeten, die echt chocolaatjes. Helemaal goed. Dus ja. Eens even kijken wat we nog meer gaan halen. Geen idee. En ik heb het koud. Nee. Rodi gaat weer eens wat inleveren. Omdat hij dat zo leuk vindt. Dingen inleveren. Oh, dat is één. Ja. Heb je nog meer dan? Ik heb er eentje. Mijn eentje? Dat is wel heel weinig hoor. Eén. Nog meer in een plastic zakje? Nee. Ah, dat is twee. Want op één been kan je niet leven. Dat is drie. Ja. Nee. Ja. 15. Plus 15 cent is 30. Plus 15 cent is 45 cent. Kan ik rekenen? Ja, ik kan rekenen. Hoe toevallig. Reken dat maar niet. Ja, precies dat. Kan je schrijven, dan schrijf maar op je baan. Ja, inderdaad. Heel goed gezegd. Nou, het zakje gaat weer in het tasje. Ja, precies dat. Het zakje gaat weer in het grote zakje. Hè? Nou. Wat heb jij, schat? Reflector. Oeh, dat is wel heel erg spannend. Nou, let me see. Hoe ga jij dat doen? Open, open, open. Nou, je hebt een deur. Gooi daar maar neer. Ja, gooi daar maar neer, ja. Nou ja, ergens. Af kan krijgen. Waar papier. Kom hier. Waar wil je hem hebben? Hier, denk ik, het anders is. Nou, als jij dan even de camera vast kan houden. Dan zou ik eens even kijken. Kijk, hier moet je hem pakken. Kijk. Ja, jij wel. Je zit er aan het pieren en het werk. Zo. Doe ik het zo. Mag jij deze plakken? En dan als je deze aan mij geeft, kijk. Open. Dat zal wel goed zijn. Ja, dat denk ik wel. Als je de deur op doet, hier tenminste. Ja. Nou, de next. Heb je nog een deur? Jo. Weet je nou hoe het mot? Nee, zo'n dingetje. Ja, een dingetje. Een dingetje, dingetje, dingetje dat. En dit gaat weer lekker terug. Ja. Ook een dingetje. Ja, en bij dat witte moet je gaan pieren. Bij het witte, ja. Dat is misschien gaan pieren. Ja, je hebt hem bijna. Ah, je hebt hem bijna. Ja, daar. Ja. Nee.
Nee. Oh, nee. Nee, die hond, nee. Nee. Nou, en dat gaat Rodus ook en ook dus aan de andere kant doen. Helemaal top, helemaal goed. Dat is één, ja. En dat heeft Ro met alle vier zwart. En dat gaat veranderen in 3, 2, 1. Ja, hij is veranderd. Jee, top. Helemaal hout. Ja, ja, echt wel. Helemaal geweldig. En dat heeft Rodus nu ook daar, hier dus. Ja. De kleur blauw. Ja, en ik heb de kleur groenetjes, zeg maar. Ja. Leuke auto's hebben. En Ro is nou dus aan de andere kant bezig. Kijk hier. Hij is nou druk bezig. Kijk, hier heeft hij er ook al nu op zitten. Deze. En deze is nu als laatste. Lekker bezig, schat. Ja, toch? Ja. Upgrade zijn voor jou, toch? Ja. Roderick zijn stuur, die ziet er nou nog zo uit. Ja, en wat heb jij voor leuks? Ik heb hier een sleutel. Ja, een hele leuke sleutel. Ja, kom erbij, dan gaat de motor starten. Oh, spannend. Is hij nog dicht. Ja, moet ik hem even openmaken? Tennis rugby. Ah. Oh. Huh? Ik had een zwarte bestel. Ja. Even wachten, want dan ga ik filmen. Ik wacht even. Eerst even gluren. Ja, helemaal even gluren. Het is een zwarte. Dat is het. Oké, check. Roderick zijn stuur, die ziet er dus nu nog zo uit. Heel mooi, geweldig. En wat heb jij? Een heel mooi zwart, leuk, grappig doosje. Maar wat staat erop? Color black en color red. Ja, oké, okay, maar... Hey, ja, oké, okay, maar wat staat erop qua... Een steering booster. Ja, nou, die ga je dus nu mooi uitpakken. Ja, ga maar even uitpakken. Je hebt ze ook voor met wiel. Ja, kom, even uitpakken. Grappenmaker. Ja, je hebt dit en je zo. Ja, dat is fijn. Ja, die dingetjes met schroefjes erbij. Ja, die heb je altijd standaard erbij, deze dingetjes. En dit heb je ook nog erbij. Ja. Dus we hebben inbus, we hebben deze. Dit heb je erbij. Ja. En dit heb je erbij. Ja. Dus ja. Hahaha, ha, ha, grappig. Ja, helemaal goed. Even dus hier naartoe. Hier, dat ben ik eigenlijk omgaan. Die had een hele mooie. Dit oh! Vind ik ook wel, wel chic. Dat heeft wel iets. Zo, goedemorgen, scherp, focus, focus. Kijk, ja, kijk eens hoe mooi. Hallo, focus, autofocus, ja. Autofocus. Out, autofocus zeg ik. Autofocus. Ja, nou dat gaan we dus nu even installeren. Ja, dus zometeen in 3, 2, 1 zit hij erop. En wat heb jij nu op je stuur, schat? Helemaal niks, ik heb mijn handen op mijn stuur. Ja, 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 laat zien, laat eens zien. Ja, eens even kijken hoe gaat het bochtje bij jou met deze knop. Dus wel even wennen. Wennen, ja. En laat deze eerst even gaan. Ja, die auto. Maar het sturen gaat een stuk soepeler. Je hoeft niet over te pakken of door te glijden of iets. Nee, klopt. Het enige is dat schakelen dat je even los moet laten. Dan kijk, je draait er zo in. Ja. Je hebt gewoon eigenlijk continu je handen aan het sturen. Ja. Ja, kijk, linksom is het druk anders. Ja, oké, okay, maar... Dan moet je het eventjes zo doen. Even kijken hoe het inparkeren gaat. Ja. Dat en want... Remmen, en want ook dat doe ik al namelijk met die stuurknop af en toe. Die van mij.
is dat erg, hoor. Ik, hoor? Nee. Niet dus. Uitkijken, het komt nader aan. Oeh, lekker piep, 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 piep. Zo, goeiemorgen. Maar hij zit wel lekkerder dus. Kijk, je kan nog steeds je stuur zo vastpakken. Ja. Als ik lekker vind, eigenlijk moet je het zo vastpakken. Of, nee, mag officieel niet meer. Zo werd het geleerd vroeger. Ja. Op 10 over 2, 10 voor 2. 10 voor 2 weet ik het. Ik vind het eigenlijk lekkerder zo. Dat is heel relaxed, dan pak ik hem zo. Maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat mag zoveel niet. Zo relaxed rijden. En maar schuin pakken, en dat mag ook niet. Kijk, als deze hand hier en deze hand daar. Nee, juist, dat mag ook niet. Ja, precies, en dat mag ook niet. Nee, ik ook niet. Nee, kijk, als je rustig op de snelweg rijdt, je bent dus aan het eten, drinken, ik pak maar met rechts. Dan rijd ik zo, zeg maar. Uh-huh. Dus die stabiliteit, want dat gaat naar beneden duwen. Ja. Want als je hem zo pakt, dan kun je in één keer dat doen. Of in één keer dat doen. Uh-huh. Dat is niet handig. Dus zo zit ik dan met mijn elleboog hier. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, het gaat niet heel veel kant op. Nee. Dus dit kan omhoog, naar beneden. Maar dan moet je met het stuur mee. Dan ga je dus dit doen. Dat uh-huh. Als je die elleboog aanhoudt. Ja. Dat is een stuurknop. Dan kan je lekker meedraaien. Ja. Dus dat. Ja. Ik ben blij dat jij het weer fijn vindt. Ja, hier bij mij tussen mijn benen. Ja, tussen mijn benen. Ergens. Rubbertje? Ergens. Rubbertje heb ik ook daar ergens in. Ja, ergens, ergens, ergens. Ja, ergens moet ik even zoeken waar. Nou, jullie wisten, en wat we dus hier hadden gedaan. Ja, hier. Maar dat is hem dus niet geworden, want hij is gewoon van Ro die deze achterklep open en hij flikkert helemaal naar beneden. Nu heeft hij dat dus ergens anders neergeknald. Ja, dus even kijken. Ja. Ah, zo beter. Ja, dat is beter, de hypotheker. Ja. Leuk man. Ja. Leuk man. Kijk, 1, 2. 1, 2. Yes. Zo mooi. Yay. Top. Nou, ik lig dus al lekker op bed. Lekker vroeg. Het is nu in bijna 5:30 in de avond. Dat klopt inderdaad. Maar ik ben echt gewoon moe, moe, moe. En jullie horen mensen op de achtergrond. Ook dat klopt, want ik zit namelijk op Discord met mijn broer en met mijn goede maatje, Angelos. Ja, maar ja, ik denk ik ga... Laat me even nog even horen van mezelf. Ja, want ik ga even inderdaad er even uit. Laat hun even praten. Ik ga even zeggen dat ik zo meteen terugkom. Dus monumento, wacht even. De. Goedemorgen. Heren, ik kom zo meteen even weer terug, maar ik ga eventjes een vlog opnemen. Dus tot zometeen. Dus dat heb ik nu gelijk gedaan. Jee, joepie. Goed zo, Karin. Ja, even terug te komen. Ik wil jullie graag, heel graag even een beetje bijpraten. Ja. Ik lig dus namelijk inderdaad op bed. Het is nu bijna 5:30. Het is nu 17:25 om precies te zijn. Maar autorijden vind ik op dit moment heel erg KUT. Dat is nog heel zachtjes uitgedrukt. Ja, vooral de A4, de A44 de en de N44. Als het maar de 4 is, zeg maar. Dat vind ik al heel erg. En
Als ik als sirenes hoor, dan gaat mijn hoofd af van oké, ik moet wegduiken. Of wat dan ook. Nu hoor ik ook een sirene. Dan hoop ik heel graag dat die weggaat, heel snel. Nou, ik hoor hem al niet meer. Dus dat is al een goed teken voor mij. Waarom dat een goed teken voor mij is? 1. Nou, niet 1. Ik zal ook al gelijk, nou ik niet, maar mijn editor, mijn broer Harriet. Ja, bij deze, dat weten jullie. Bij deze. Hij gaat dus ook namelijk de links in mijn beschrijving zetten. En anders doe ik dat, mocht hij dat vergeten. Dus ga je terugkijken. Luister en huiver wat ik nou ga zeggen. Ik was al meer dan 24 uur wakker. Vorige week, dat was vorige week, moet ik even kijken. Wacht eventjes, even kijken op mijn agenda. Voordat jullie denken van, waar heb ik ze over? Zaterdag 10 februari op 11 februari. Dus zondag 11 februari. Toen had ik zoiets van, ik ga weer naar huis. En ik was meer dan 24 uur wakker. Meer dan. Want ik had zoiets van, hey joh, luister, ik wil namelijk, was het? Ja, vrijdag op zaterdag had ik zoiets van, nou, ik zet mijn wekker vroeg, weet je, tussen 7 en 8. Kan ik lekker slapen, weet je, dat soort dingen. Ja, want deze dame is al om 4 uur 's nachts wakker en ik kon dus niet meer slapen. Nou, oké, prima. Dus de hondje uitlaten, bla. Je kent het allemaal wel bij mij. Hondje uitlaten, eventjes douchen en even omkleden, dat soort dingen. Eten maken, dat soort dingen allemaal. Om juist die hele dag door te komen. Nou ja, prima. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts. Ja, dat is lang, inderdaad. Maar vooral als je dus al om 4 uur wakker bent, 's nachts. Dus het is van 4 tot 4. Dus dat is meer dan 24 uur. Ja, nou ja, 24 uur wakker. Ja, precies dat. Dus, even dat gezegd hebbende. Ik was klaar op mijn werk. Nou, dat was ongeveer rond een uur of half 4. Dus ik denk, ik ga naar huis. Maar de A44 is krap. Voor iedereen die daar rijdt, die weet dat. Nou, ik weet dat ook. En als je al moe bent, al meer dan 24 uur wakker, ga je daar niet overheen rijden. Dan ga je dus zeker, namelijk over de A4. Nou, bij die puntstuk van de A4 naar de A44 zag ik dus namelijk een ongeluk gebeurd te hebben. Ik denk, hé, ik ga hulp verlenen. En even later zie ik dus namelijk aan de rechterkant, namelijk, vlammen uit de auto komen. Ik denk, oké, gas geven. Gras op aan de linkerkant. En ja, rond en rond de 19. En van de hectometerpaal. En ik denk, nou, dan ga ik hulp verlenen aan de auto die dus in de fik staat. Maar ja, ik stap uit. En ik hoor dus nog gegil van degene die dus nog namelijk in die auto zit. En ik praat er nu misschien wel heel makkelijk over, maar dat is het helemaal niet voor mij. Echt niet. Dus, voor mijn gevoel, ik weet het niet zeker, ik moet het nog terugkijken op mijn deskcam beelden. Maar voor mijn gevoel duurde het gewoon een kwartier lang dat ze aankwamen. Ik moet het nog terugzien op mijn camerabeelden. Op mijn deskcam. Voor mijn eigen gemoedsrust ook. Misschien heeft het misschien wel 7 minuten geduurd. Of 5 minuten geduurd. Maar voor mijn gevoel heeft het echt 15 minuten geduurd. Ja, 15 minuten. Voor mijn gevoel. En nou ja. Ik wou dus eigenlijk dat ik het zag. Van hey joh, die staat auto staat daar. Die staat auto staat daar. En er zaten heel veel auto's op de vluchtstrook. En ook mensen die dus aan het filmen en fotograferen waren, even piep, inderdaad. Rij door. Ja, rij gewoon door. Ga geen foto's maken of filmpjes maken. Rij door. Ja, als je niet hulp kan verlenen, rij gewoon door. Alsjeblieft. Please. En ga de hulpverleners niet in de weg zitten of zo. Want je belemmert. Zeer zeker.
En ook de mensen die willen helpen. En ik, daarom zei ik het net al. Ik vertel het misschien heel nuchter. Maar nee, dat is het niet. Want ik heb een trauma opgelopen. Dat wil je niet weten. Echt niet. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Zeer zeker. Ik wil even zo neerzetten. Ja, beter. Nee, maar dat dus de hulpverleners eraan kwamen. Nou, toen heb ik eventjes het gezichtsbeeld er voor de andere partij geblokkeerd. Want die zag iedere keer naar de brandende auto te kijken. En ik had al zoiets van, ik heb tranen, maar die moet ik weghalen. Nou, toen was het bijna voor hun. Hun moesten dus namelijk de ambulance in. Dus ik kon ook eigenlijk enigszins, tussen aanhalingstekens, eventjes tot mezelf komen. Toen kwam er een politieagent bij me. Nou, zo even praten van, hey joh, hoe gaat het? Ja, heel goed. Tuurlijk, Arend, dat gaat goed met je. Tuurlijk. Je hebt net fucking een auto in de brand zien staan, waar je net een gegil uit hebt horen komen. En dan ging je zeggen dat het goed gaat. Ah, denk het niet. Dame. Wees eerlijk. Dus heb ik ook tegen die agent gezegd. Van, joh, ik zeg wel dat het goed met me gaat. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Want dit is het geval. Dus toen zei hij van, nou weet je wat. Wie is bij jou om jou op te vangen? Dus ik wou eigenlijk eerst. Heel raar. Ik had mijn moeder nog aan de telefoon. Ja. Dus ik wou zeggen, ja mijn moeder. Nee, want die woont niet om de hoek. Dat is mijn eigen man. Die om de hoek woont. Dus ik heb gezegd, ja, mijn man. Ik kan wel zelf bellen. Nee, zegt hij. Dat ga je niet doen. Dat gaan wij doen. Nou, dus mijn dus hij heeft Roderick opgebeld 's nachts. Dus Roderick is ook bij mij geweest in thuis, zeg maar. Ik heb mijn moeder onderweg weer opgebeld. Waar ik dus nu van schrik, jongens. Ik ga nu even een hele hoop terug naar nu. Wat mij dus nu triggert, is dus kleine ruimtes, zoals een tunnel. Dan heb ik zoiets van, ik wil een tunnel uit en weg. 'S avonds, als het donker wordt en ik ben op de autoweg, autosnelweg, op de A4, de A44 of de N44. Het gaat om de 4, zeg maar. Dan word ik al helemaal panisch en alle auto's hebben voor mij een soort van vlam, zeg maar, om me heen. Om hun heen. Dus daar wil ik zo snel mogelijk weg. En ja. Ik heb Roda al nou 2 ochtenden weggebracht. Heen en terug. Weer alleen terug, zeg maar. Nou, dat is geen doen. Echt niet. Serieus niet. Ja. Nu dat gezegd hebbende. Vandaag ook had ik namelijk slachtofferhulp aan de telefoon. En tijdens het slachtofferhulp aan de telefoon kwam er dus een sirene langs. Nou, ik wist niet hoe snel ik aan de kant moest mijn oren dicht te doen. Want ook dat triggert mij namelijk. Gewoon die sirene zo gewoon. En dat is heel moeilijk, ik weet het. Maar ik moet hier gewoon doorheen. Ik moet hier echt gewoon doorheen. Ik vind autorijden eigenlijk zo leuk, zo fijn. Maar nu heb ik zoiets van, eigenlijk van, doe die auto weg. Ik wil niet eens meer auto rijden. Maar ja, ik moet over mijn angst heen. Dat weet ik. Ik heb gewoon een angst. Ik heb gewoon nou een trauma opgelopen. En ja, ik heb BAV en ik heb EHBO. Dan heb ik zoiets van, dan komt er bij mij gewoon een instinct los. Ik moet helpen. Ik moet helpen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nee, je hoeft niet te helpen. Hé, joh, luister. Dat is mij geleerd. Ik wil gewoon helpen. En ja, er komen tranen vrij. Maar ook eigenlijk niet, want ik verkrop het. En dat heeft die politieagent ook al gezegd van, joh. Je hebt up en downs op dit moment als je dus een trauma hebt. Dat is logisch. Maar praat erover. Ik heb mijn oude psychiater heb ik gemaild.
Daar heb ik nog heel, 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 heel goed contact mee. Die heb ik dus nu gemaild. En, nou ja, daar is het eventjes nou even wachten op. Jeanette, mijn begeleidster, weet het. Christa weet het. Die stuurt ook Jeanette aan, zeg maar. Dus ja, dus eigenlijk dat een beetje gezegd hebbende, lig ik dus inderdaad lekker op bed. Heerlijk. Eventjes tot mezelf te kunnen komen. Het is nu net 6:30 in de avond geweest. En ik weet niet of ik nog mijn camera ga pakken. Maar oké, maakt niet uit. Het gaat erom dat ik het even toch tegen jullie gezegd heb. Dus bij deze ga ik even lekker en nog even weer op Discord. En dan zien jullie mij straks later weer. Dus tot straks. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.